Voor de vrije opdracht van techniek heb ik een aquarel gemaakt of een waterverfschilderij van de Nakusa district in Tokio. Ik had een foto op Insta gevonden van die district en ik vond het wel mooi, dus ik ging het dan naar schilderen. Normaal ging ik een tekening maken van iedereen van de klas, maar toen deed ik dat maar niet, omdat ik weet niet. Omdat ik dan van iedereen zo een paar foto's moest trekken en ja, en dat ging zo lang duren en ik was dat vergeten, dus had ik gewoon maar een aquarel van die Nakusa district gemaakt. Normaal schilder ik ook niet echt zoveel en teken ik ook vooral meestal geen, nou ja, stedelijke landschappen, dus dat was wel wat moeilijker, maar het was wel een leuke uitdaging. Ik vond het zo mooi hoe ik vond die kleuren zo mooi. Het was ook wel wat moeilijk om al die kleuren te mixen, omdat, nou ja, meestal werk ik niet met kleuren, maar dan schets ik gewoon. En ik heb ook niet zoveel ervaring met waterverf schilderen, dus. En het is ook niet exact hoe ik had gehoopt dat het eruit ging zien, maar. Ik heb voor mijn vrije opdracht van techniek een maquette van Stonehenge gemaakt. Eerst wou ik een tennisveld maken, maar toen ging ik naar het museum, het Galloom Romeins Museum in Tongeren, of ik weet niet waar, ja. En ik zag daar iets over Stonehenge. En ik vond dat wel interessant, dus ik dacht, en ik zag zo'n kindje die dat maakte daar, dus ik dacht, ik zal dat thuis ook eens proberen. Dus ik was naar de Action gegaan en ik had allemaal gewoon spulletjes gekocht, zoals kleine pompoentjes en van dat wol, zeg maar. En dan had ik ook wat mos gepakt uit de tuin. En ik had ook wat kiezelsteentjes gepakt, zeg maar. En daarmee had ik de cirkel gemaakt. Dat was eigenlijk de Tomorrowland van de oude mensen, zeg maar, de oertijd. Dat was, zeg maar, een cirkel gebouwd met stenen. En daar werden soms etens gehouden en dat het ook een begraafplaats was. Voor de vrije opdracht heb ik een lamp gemaakt. Omdat mijn broertjes soms heel erg bang kunnen zijn in het donker. Dus ik dacht, weet je, ik maak gewoon een lamp. Om de lamp te maken had ik een fitting nodig, een lamp nodig en zo'n hele grote batterij met zo van die twee haakjes aan. En dan ook nog twee paperclips. Het eerste wat ik had gedaan was hier zo twee gaatjes in boren. Dan kon je deze kabel erdoor doen. En vervolgens kun je deze kabel verbinden met twee paperclips. En die kun je aan die twee haakjes doen van die batterij. Ja. En ja, dan had ik een lamp. En nu als mijn broertjes gaan slapen, dan zet ik die altijd nog een paar minuutjes aan. Zodat. Ja, soms. En tot ze in slaap vallen en dan zet ik hem terug af. De binnenkant, die zit er zo uit. Ja. Voor de vrije opdracht van techniek heb ik aan Thomas besloten om een klein soort van skateparkje te maken. Omdat we zijn al bij skaters en we vinden dat leuk, skateboarden. Dus ja, we dachten van ja, kom, we gaan dat gewoon doen. Dan is in de vakantie Thomas naar mij gekomen. En dan zijn we naar de winkel gegaan om kleed te kopen. Dat is wel een beetje te veel, maar ja, maakt niet uit. Daarna zijn we dan naar de Gamma geweest. En dan hebben wij een soort van stokjes gekocht. En zo van die soort van plastieke rechthoekjes.
waar je dan kunt gebruiken om daarop te gaan. En dan glijdt dat beter, dus ja. Ja, we hadden eerst een skatepark gemaakt, maar dat was iets te dun. Dus toen is dat uit elkaar gevallen. Dus heb ik maar een nieuw skatepark gemaakt. En ook, als het donker is, dan kun je vooral deze lichtjes aanzetten. Waardoor dat je ja, beter kunt zien en dat is ook wel een cool effect of zo. Voor de vrije opdracht van techniek heb ik een maquette gemaakt van mijn boerderij. Hier is ons huis en dan heb je hier allemaal stallen. In deze stal zitten nu schapen en kippen. In de winter zitten die schapen in de stal omdat dat dan niet te koud is. En die moeten dan meestal lammetjes krijgen. Dus ja, dan steken we die zeker in een hok zodat die niet weg kunnen lopen. Dan hebben we hier nog koeien. En hier staan vooral machines. Dan zitten hier ook nog de koeien, maar dit zijn vetkoeien en dit zijn melkkoeien. We hebben ook nog eten voor de koeien, dus hier, dat zijn allemaal bergen met eten. En dan ligt daar een plastic over en daarop ligt dan zand of autobanden, zodat er geen lucht aan kan en dat dat niet begint te rotten. Hier, dat is een wei. En dit ook. Hier lopen de koeien op in de zomer. Dit is voor de melkkoeien en dit is voor de vetkoeien. Die lijn is dus zo dat dat in twee delen is verdeeld. Deze straat die gaat zo en dan een bocht en dan komt die hier uiteindelijk uit. Ik heb dat dus in twee delen gemaakt zodat ik dat niet door moest zagen. Dus deze wei die loopt ongeveer nog verder tot hier. En dan begint dus dit. En hier zou dat dan zo die wei. En deze wei grenst aan deze wei. We hebben ook nog pakken met hooi in. Dat is dan nog verpakt in ook een plastic. Zodat dat ook niet begint te rotten. Dat geven we dan ook nog aan de melkkoeien. Allee, we laten die niet op de wei liggen. Sommigen doen dat wel, hè. Ja, wij zetten die gewoon naast wij, zeg maar. En dan maken we iedere keer een pak open en die zetten we dan bij de koeien, zodat die dat kunnen opeten. Maar je hebt daar geen extra overdekte bergen meer voor nodig? Nee. Dit zijn we nu aan het afbreken, dat kleine huisje. En er kwam iemand voor de boiler eruit te doen, maar mijn mama die moest daar dan bij blijven. En ik moest dan al beginnen melken. Omdat we anders niet op tijd klaar zouden geraken. En hoeveel koeien heb je gemolken? 50. 50? Ja. Dus Sterre en ik, wij zijn allebei hard fan van de boekenreeks De Hongerspelen. En van het eerste boek hebben wij de arena nagebouwd. Zo, dit is de Hoorn des Overvloeds. Met allemaal... spullen die je kan gebruiken, zo waterflesjes en brood en een kompas. Wij hebben dit zo gemaakt omdat wij hadden gegoogeld op afbeeldingen van de platte grond ervan. En dan op basis van de beschrijving die dat wij in het boek kregen en dingen die dat wij in de film hadden gezien, hebben wij dan dat gemaakt. De Hunger Games, je hebt zo 12 districten en je moet telkens, elk jaar wordt er een trekking gehouden en er komt één vrouwelijke tribuut en één mannelijke tribuut uit elke district en die hebben dan een bepaald tijd om te trainen daarvoor en dan aan het eind van een aantal dagen of een week of zo worden die naar de arena gebracht en dan moeten die vechten totdat er maar één overblijft en dat is dan de winnaar. Ja. Dat is... Een soort boetedoening die dat die districten moeten doen omdat die tegen de hoofdstand in opstand zijn gekomen, vele jaren geleden. Gaat dat misschien ook gebeuren met de klimaatspijpelaars? Dit is dan een EHBO-kit die daar in een van de bomen zit, die dat je kan pakken. En je kunt dan ook van mensen buiten de arena kun je sponsors
krijgen. En die kunnen u dan extra voedsel of water geven of zo. Je wil ook dat dat zo lang mogelijk duurt. Ja, zo. Ja. Voor mensen van de hoofdstad is dat gewoon vermaak, eigenlijk. Veel veranderd, hè. Ik denk van de Romeinen was ook zo. Daar is dat de auteur van het boek heeft zich geïnspireerd op een Grieks verhaal van de Minotaurus. Voor de vrije opdracht van techniek heb ik een insectenhotel gemaakt. Ik wou eerst ook zoals Jasper een gitaar maken, maar dat was iets te moeilijk en er was ook wat te veel werk aan. En dan zou ik er ook niet op kunnen spelen, dus dan heb ik besloten om dat maar niet te doen. En dat wist ik echt niet wat ik moest doen, dus ik heb dat aan mijn ouders gevraagd. En die zitten heel veel in de natuur bezig en dan stelden zij voor om een insectenhotel te maken. Dus dat heb ik dan ook gedaan. Dus hier zitten zo van die bamboestokjes tussen. En dan hier, dit is gewoon hout en daar zijn dan gatjes in geboord. En daarover zit nog een gaas, zodat bijvoorbeeld die takjes hier zo niet uitvallen. Welke insecten kunnen daarin wonen? Dus deze opening is voor vlinders gemaakt en dan voor bijen en dan ja, nog kleinere insectjes. Ik heb dus een modern huis gemaakt met mijn vader eigenlijk wel. Dus ben ik de opgericht met papierplaten en dan denk ik dan een huis met zonnepanelen. Met een groen, met een zwembad en een tuinhutje. Dan heb ik ook nog zo'n verschillende plannetje mee. Zo. En we hebben dus hier aan een architect gevraagd om een plan. Zo. Om een plan. En ja, dan heeft hij dat ons gegeven en dan hebben we dat dus gemaakt. Dus het is een bestaand huis dat ook in werkelijkheid bestaat. Ja. Maar we hebben daar ook wel wat aan veranderen. De tuin, dat is eigenlijk zo wat gebaseerd op onze tuin. Maar wel zonder zwembad. Dus ja. Achter de tuin is, daar is zo wat plek om, ja, om mijn afval, plantenafval te leggen. Dat is wel voorzien. Ja. Ja, we hebben dat ook allemaal gebeten zo. Zo dat het makkelijker was om te maken. Je hebt daar een perspectief gedeeld. Ja. Voor de opdracht van techniek heb ik deze twee tekeningen meegenomen. Tekenen dan doe ik al sinds dat ik in het tweede leerjaar zit en ik vind het nog steeds superleuk. Deze tekening, de rechtse, daar heb ik echt al het meeste tijd aan besteed. En vond ik ook wel het moeilijkste om te maken, daarom dat ik hem ook mee heb. En die linkse, dat vond ik een hele mooie gewoon. De rechtse, dat is een thema van surrealisme. Daar heb ik eigenlijk gewoon allemaal foto's en documentatie of ideeën van opgezocht. En dat steek ik dan samen in één tekening. Surrealisme, dat is eigenlijk ja, niet echt natuurlijk. Maar het geeft toch nog altijd een mooi beeld, vind ik persoonlijk. Je hebt ook natuurlijk een moeilijke tekentechniek. Ook bijvoorbeeld bij het hart hier, de schaduw. Vond ik ook wel zeer moeilijk om te maken, maar... Ja, maar ik dacht aan de groeilamp. Ah, ja. De groeilamp, waar je dan een keer boom in verwerkt. Dan ben ik een contradictie. Ja. Ik ken een beetje met de natuur en ja, momenteel de maatschappij proberen te vermengen. De linkse figuur, dat is een afbeelding die ik heb gevonden op het internet en ik vond een hele leuke. Maar dan heb ik zelf ook hem wel, die was zonder kleur, dus ik heb zelf kleuren bedacht en ook wat schaduw aan toegevoegd. Lijkt me zo'n jongen,
Mm-hmm. Hij heeft geen naam. En hoe zou hij hem noemen? Jacques. Voor de vrije opdracht van techniek heb ik twee 3D-tekeningen gemaakt. En ja, de ene is een ladder in een put en de andere is ook een ladder. Het is moeilijk om die 3D-tekeningen te tekenen, omdat je gebruik moet maken van schaduw. En ja, ik ben er ook wel lang aan bezig geweest, aan alle twee. Ik heb het gedaan op de tekenschool. En ik doe al tekenschool vanaf dat ik in het eerste leerjaar zat. Dus ja, dat is toch wel lang. Deze tekening, al twee tekeningen eigenlijk, als je die gewoon voor je zou leggen, hè, als ik bijvoorbeeld gewoon die tekening zelf zou hebben meegebracht, dan zou je dat niet echt zo goed zien. Want het is pas als je daar een foto van trekt in het juiste perspectief, dat je echt de indruk krijgt dat dat 3D is. Mm-hmm. Voor de vrije opdracht van techniek heb ik een landschap gemaakt. Ik heb dit getekend via een 3D-tekenprogramma dat SketchUp heet. Bij deze heb ik ook een snijplotter gebruikt. Voor het opdelen van de laagjes heb ik Slicer for Fusion gebruikt. Dus ik heb dus eigenlijk laag per laag alles uitgesneden en ook laag per laag alles op elkaar geplakt. Voor de tempel en de brug heb ik een 3D-printer gebruikt. En dit heb ik dus ook laten uitsnijden en op elkaar geplakt. 2 maanden geleden ben ik dus begonnen met een gewone platte vlakte te tekenen. Dus in SketchUp kun je ook verschillende tools gebruiken. En ik heb dan zo een tool gebruikt waarmee je zo allerlei vormen kunt creëren. En dan heb ik ook geprobeerd om zelf een vorm te maken. En zo ziet het er uit in tekening. En dit was eigenlijk de opdeling in laagjes. Dus zoals je hier kunt zien, er waren zo 8 grote maquetten papieren. En in totaal bijna 300 laagjes. Voor alleen dit landschap, voor dit iets van 50, ietsje meer dan 50 laagjes. Ik heb het ook eerst ge-3D-print en dan pas ook beginnen uitsnijden met de snijplotter. En dan. Dus eigenlijk hoort dit hierop. En de brug, normaal gezien hier. Maar normaal gezien ging ik ook zo van die trappetjes maken naar beneden. Maar het is mij eigenlijk niet echt gelukt om dat te doen. Ik heb wel al een paar keer geprobeerd om mij ook met de snijplotter zo dingen uit te snijden. En ja, om dat te proberen gebruiken voor de trap te maken, maar het was zo'n beetje te slap. En dan was dat echt wel moeilijk. Heb je dat allemaal met lijm gewoon op elkaar geplakt? Ja, maar ik heb ook eerst de laagjes zelf ook uitgesneden. Oh. Dat is wel veel werk. Ja. Ik was dus eigenlijk geïnspireerd door mijn leerkracht van architecturale vorming, Jan van Goetem. En jij zoekt daar ook in verder. Ja. Voor de vrije opdracht van techniek heb ik een gitaar gemaakt, omdat ik heel graag gitaar speel. Deze gitaar is meer voor versiering, maar ik heb wel echte snaren gebruikt van mijn gitaar, oude snaren. Om die snaren te spannen, moet je dat hier met vijzen doen, met een tournavis. En vanachter moet je gewoon dit erop doen. En ja. Hij is helemaal van hout en eerst hebben we begonnen met de klankkast te maken. Hieronder zit dan zit een plankje waar we allemaal zaagjes in hebben gedaan, zodat dat wat kon buigen en dan hebben we heel die ronde kunnen maken. Binnenin zitten ook blokken voor dat te verstevigen, omdat je moet ook vijzen in en dan kan dat in dat blokje. Onder de hals is er ook nog een blokje gemaakt voor die een hals goed te zetten, dat die ook verstevigd wordt. Voor de vrije opdracht van techniek heb ik een vogelhuisje gemaakt, omdat
Toen ik het idee kreeg om er een te maken, was het winter. En aangezien er in onze tuin heel veel vogels zitten die dan in de winter geen onderdak hebben en die het dan te koud hebben, hebben we dan ook voor de grotere vogels, want er hangt al een klein vogelkastje, een redelijk groot vogelkastje gemaakt. Eigenlijk was het niet zo heel moeilijk, want het was eigenlijk gewoon afmeten, de planken zagen en ze dan aaneenvestigen en verven, om het nu heel snel te zeggen. Want er was wel iets meer werk, maar dat zie je wel in het filmpje. Het is van langs de binnenkant ook geverfd. Hier zie je een klein beetje sporen, omdat die groene verf was niet zo heel goed, maar de blauwe is wel beter, vind ik zelf. Want ik ben heel blij dat ik eigenlijk voor blauw-groen en niet voor groen-blauw gekozen heb. Het anders zag heel dat vogelkastje zo. Want dit hebben we maar 2 keer moeten verven en dit 4 keer of zo. En dat blauw is nog steeds beter. Dus anders had dat een redelijk probleem geweest. Want we hebben 2 redelijk grote bomen in onze tuin. En in de ene hangt er al eentje, dus dan gaan we deze in de andere hangen. Vindt het ook niet dat ze behoorlijk vroeg aan hun zang begonnen zijn dit jaar? Ja, omdat er was een warme periode een paar weken geleden en dan dachten ze dat het al lente was. Maar eigenlijk was het nog niet, want de week daarna was het heel koud. Dus eigenlijk is dat niet zo heel goed. Thank you.
Ja, dat heeft te pech, hè. Ja. Ik heb dus een soort tractor op afstandsbediening gemaakt uit Lego Techniek. Ik heb het eigenlijk vooral zonder plannetje gemaakt. Maar soms als ik iets niet wist, toen ik iets moest bouwen of zo, dan keek ik wel eens naar het oorspronkelijke plannetje, hoe dat ik het wat beter zou kunnen doen of zo. En ja, ik vind dat het nog wel is gelukt, alleen de afwerking kon wel wat beter. Kan dan vooruit en laten draaien en ook achteruit en zo. Dus ja, dat is wel tof dat ik dat zelf kan besturen en zo. Hoe lang hebben we daar aan bezig geweest? Ik weet niet hoe lang exact, maar eerst dan had ik zo een klein foutje gemaakt, waardoor dat hij niet kon draaien, dus dan moest ik opnieuw beginnen. Ja, dus voor de vrije opdracht techniek heb ik ervoor gezorgd dat je eigenlijk van op afstand deze ledjes kunt aansturen. Ik heb die ledjes gesoldeerd op een bordje op mijn mama haar werk. En die dan verbonden met draadjes die dan naar dit bordje gaan. En die staan dan in verbinding met deze minicomputer. En ja, als die aangesloten is aan stroom, dan kan die verbinding maken met wifi. Dus als ik dan nog configureer met die Google Home, dan kan die hier naartoe surfen en die zet dan dat ledje aan. Dan kan ik zo die ledjes bedienen. Op een nieuwjaar heb ik een Google Home gekregen. Hier wil ik iets creatiefs mee doen. Het plan was dat wanneer ik zei, oké, Google, turn on the lights, dat hij dan verbinding ging maken met de Raspberry Pi. Die stond dan in verbinding met een ledje dat aanschoot. Laten we beginnen bij het begin. Wat is een Raspberry Pi? Een Pi is eigenlijk een minicomputertje. Het heeft net zoals een normale computer een processor, een SD-kaart, een USB-poort enzovoort. Het operating system dat op de Pi draait is Linux. Een operating system is iets wat je computer bestuurt, zoals Windows of macOS. De eerste stap was om de Raspberry Pi te verbinden met alle ledjes. Ik had op mijn mama haar werk alle ledjes al aan een bordje gesoldeerd, zodanig dat ik nu alleen nog maar de draadjes aan de Raspberry Pi moest verbinden. Wanneer alle plussen en alle minnen van de ledjes zijn aangesloten aan de Raspberry Pi, kunnen we beginnen aan het programmeergedeelte. Als we op dit moment naar een bepaalde link surfen, kunnen we de ledjes van op afstand al bedienen. Nu is het tijd om de Google Home te implementeren. Hiervoor gaan we gebruik maken van een tool genaamd IFTTT. Dit is de afkorting voor If This Then That. Met deze tool kunnen we via de Google Home de link van daarnet aanroepen. Hey Google,
Turn all the lights off. All the lights on. Hey Google, turn kitchen lights on. Kitchen lights on. Turn shower lights on. Shower lights on. Turn TV room lights on. TV room lights on. Ja, ik wil sowieso verder gaan in programmeren en zo, en IT-gedeelte. Ik weet nog niet juist wat ik later wil doen, maar... Ik weet niet, alles wat met computers te maken heeft, interesseert mij wel. Dus ja. Een eventuele uitbreiding voor dit zou kunnen zijn dat ik dan de Pi aansluit aan onze elektriciteitskast en dat we dan zo effectief onze licht kunnen besturen.